De accu is leeg. Wat duur genoeg dan? Yeah! En nu die dat niet snappen, die begrepen het niet. Wim Vrijns, de Willyboard Verquin van Pakstad. Wat? Smullen met Wim. Ja, beste kijkers van Smullen met Wim. Het komt er weer aan. Het is weer bijna zover. Valentijnsdag. En denk eraan, Valentijn, kijk eens hier. Allemaal hartjes en geschenken. Uw vriendin of uw man of uw vrouw verwennen. Het gaat weer allemaal gebeuren. Uit eten, een geurtje, een ringetje, een oorbelletje, een leuk dagje uit. Het komt er weer allemaal aan, Valentijnsdag. En we gaan eens even kijken, heren, wat er allemaal in de aanbieding is. Ik zou zeggen, ga met mij mee en wij gaan op jacht naar Valentijnsdag. Kom op! We staan hier bij een van de juweliers in Heerlen en meneer Martens. Valentijnsdag, dat is weer bijna zover. Ja, 14 februari is het maar weer zover. Maar is er veel animo voor? Ja, het begint steeds... Is het toch iets minder dan vroeger? Nee, het begint steeds meer te worden. We gaan toch steeds meer naar de Angelsaksische feestdagen. Ja. Hè, Valentijn, Halloween, dat soort dingen allemaal. Gaan steeds meer meespelen. Ja. En waar is er nou vraag naar? Kleine dingetjes, ringetjes, oorbellen, armbandje, nee, het zijn wel de leuke kleine cadeautjes. Ja. Het zijn geen kerstaankopen. Het zijn wel leuke kleine cadeaus. En dat is wel heel plezierig altijd. Ja, want ik hoorde van iemand die voor een winkel, die had kerstaankopen. Ja. De derde kerstdag toen de winkel weer open was, kreeg hij voor €800 goederen terug. Ja, dat is bij ons wat minder. Ik ben heel direct met verkopen, dus mijn klanten zijn heel erg tevreden en dan komt er ook relatief weinig terug. Maar het is ook doelgericht wat hier gekocht. Ja, echt op smaak. Ja, echt op smaak. Ja. En dat was een kledingzaak en dat is ja, rood, is iets anders. Die vindt, en die vindt de kleur niet mooi en die vindt de maat. Nee, hier gaat het echt. En je ziet ook steeds meer jongeren die het Valentijnsgebeuren oppakken. Hè. Dus de cadeautjes voor het vriendinnetje en dat soort dingetjes allemaal. Dat gaat leuk hoor. Ja. En wat zijn nou de hardlopers dan? Hartjes. Hartjes en de hardlopers. Goud, zilver, met steentjes, zonder steentjes. Ja, ja. Dus dat is altijd heel leuk. En een kettingje, een armbandje, oorknopjes. Leuke kleine dingen. Nou, ik zou zeggen, terug naar de smederij en hartjes maken. En maken. Hartjes maken, gaan we zeker doen. De oude vakman, jongens. Ja, de oude vakman. Gaan we doen. Bedankt. Succes. Dank u. Tot ziens. Meneer met pijp, Valentijnsdag wordt er nog gevierd of niet? Natuurlijk. Ja? Wat gaat er gebeuren dan? Ja, gewoon, hè. Cadeautje. Cadeautje voor mevrouw. Uit eten. Bloemetje. Alles erom en eraan. Alles chicane. Ja. Ja? Tuurlijk. Dus het wordt een bijzondere dag? Ja, het wordt een hele bijzondere dag. En hoeveelste keer vierde u al Valentijnsdag met die vrouw? Dan moet hij gaan denken. Dertig keer op. Als ik thuis ben dan, hè? Als ik thuis ben, ja. U bent normaal niet thuis? Nee. Als ik vaar, dan ben ik niet thuis. Varen? Ja. Sta ik hier met een zeeman te praten? Ja, in Heerlen. Zou je al zeggen van wel, ja. Ja, echt waar? Ja. Welke maatschappij? Ik zit ook bij het loodswezen. Loodswezen? De loodsboot, ja. Op de loodsboot? Ja. Ah, dus je brengt de loods van de ene boot naar de andere boot? Ja. Mooi. Week op, week af, dus ik weet ook wanneer ik echt thuis ben. Ik heb toevallig zelf ook nog eens een keer op een blauwe maandag op een boot gezeten. Ja. En als die loods kwam, die zat op een heel klein bootje. Of het er nou daar vaar ik mee. 7 of 8 was, dat maakt er niet uit, maar die loods... Ja, daar vaar ik mee met een kleine bootje. Echt waar? Ja. Geweldig. Hartstikke leuk. Valentijnsdag. U heeft al gescoord, zie ik. Ja, van Chanel. Van Chanel ook nog? Ja, zo, ook nog. Ook nog een kenner, iemand die verstand heeft van goede geuren. Ja, zeker. Maar voor de vrouw, voor de vriendin? Voor de vriendin, ja. Voor de vriendin, ja. Nou, dat is wel een hele goede vriendin. Ja. Hey, maar is dat nou nog leuk? En wat speciaals doen op Valentijndag zelf? Uit eten? Uit eten, uit eten. Meestal wel. Ja, dat is echte liefde. Ik voel het. Succes dan mee. Dankjewel. Amore. Ciao. Doe je nog iets aan Valentijnsdag? Dit jaar niet. Dit jaar niet, volgend jaar ben ik wel erbij. Echt waar? Ja, alles geregeld. En dan moet ik wel van jou kopen. Als ik ruik gewoon hele lekkere parfum. Is dat van vorig jaar bevallen? Dat is van vorig jaar, het is Jeltsander. Zie je hoe lang je dat plezier hebt? Ja, dat bedoel ik. Geweldig. Hoi. Jong Valentijnsdag komt eraan, wat deed ze eraan? Wat doe ik eraan? Lees ze voor de vrouw natuurlijk. Ja, geef ze goed eten of een cadeautje of een verrassing. Deze de Chippendale komen of deze dat zelf. Nou, dat laatste is me niet zo'n goed idee, maar ik denk dat we gewoon lekker het leuk kunnen doen. Misschien even lunchen of zo. En een leuk cadeautje. En een leuk cadeautje. Ja, zeker. Hadden het verdiend?
Ja, tuurlijk. Hallo. Tuurlijk, kom hallo. Op, hij. Ze is hard aan het werk voor de Provinciale Staten. Dat weet ze oh, toch? Oh, ja, dat weet dus ik. Is al en ik zal je even vertellen, als ze me tegen drogen is, dan hebben ze het altijd verdiend. Dat bedoel ik. Dank je wel. Dank je. Nou, ik zal mijn partner zeker blij maken. Maar vieren gaan we niet. Nee. Hé, hey, maar ben je sportief? Wat is er nou? Jij kent me toch? Ik ben altijd sportief. Maar wel elektrisch? Absoluut. Ik word een jaartje ouder. Kan ik niks aan doen. Hé hey, jong, maar een bloemetje kan er toch zeker af. Altijd. Gaan we zeker regelen voor haar. Ja. En als je absoluut. Zelf komt, dan heeft ze twee bossen bloemen. We gaan het zien. We gaan het hopen. Hé? Hey. Mark, hey, goed, fijne dag, jongens. Hoi. Ik sta hier met K3 te praten, die weten niks van Valentijnsdag. Nee, ja, we moeten even afwachten. Ja, maar goed, ja. Waarom moet de man altijd geven? Ja, goede vraag. Ja? Maar jullie verwachten wel wat? Ik verwacht wel wat. Nee, ik verwacht niet. Nee, mijn man is op vakantie eigenlijk. Nee. Echt niet? Nee, jouw man is op vakantie. We zijn arme vrouwen. Arme vrouwen? Ja. Dan kom ik jullie een bloemetje brengen. Oh, dat is goed. Waar moet ik dan zijn? Nou, laat ik je nog weten. Oké. Okay. Ciao. Ja.